die aankomt op Rotterdam Centraal Station, kan niet meer om de haven heen. In de stationshal hangt het grootste LED-beeldscherm van Europa, waarop de mooiste beelden van de Rotterdamse haven worden getoond. Het beeldscherm heeft een lengte van 40 meter en een hoogte van 4,5 meter. Dus als je hier binnenkomt als reiziger en je hebt tijd om naar boven te kijken, dat is natuurlijk fantastisch. Dat is een goede promotie voor Rotterdam. Ja, yeah, it's quite impressive. Ja, yeah, I like it. Ja, hart van Rotterdam denk ik. Vroeger had je een heel klein scherm. Die ontiegelijke grootte, ik vind het echt fantastisch. Het beeldscherm werd maandag 26 augustus officieel in gebruik genomen. Hans Smits, president-directeur van het havenbedrijf, overhandigde het scherm aan havenwethouder Jeannette Boyeux. Daarna werd er in de stationshal een feestje gevierd. Het scherm is een cadeau van het havenbedrijf aan de gemeente Rotterdam en bedoeld om de band tussen haven en stad in stand te houden. Het roept natuurlijk emotie op, liefde, trots op de haven. En het feit dat het hier in het Centraal Station in het hart van Rotterdam plaatsvindt is precies wat ik ook beoogde. Om die haven weer terug te brengen in het hart van de stad Rotterdam. En dat kan niet beter dan op het Centraal Station. De films worden dagelijks van 6 uur 's ochtends tot 11 uur 's avonds uitgezonden. Per dagdeel zijn andere films te zien en ook per seizoen verschilt het beeld. Op het scherm zie je de haven in zijn meest pure vorm. Wat we hebben gedaan met dit scherm is dat we eigenlijk een panoramische belevenis hebben gemaakt. Dat een wandeling door de stationshal eigenlijk een wandeling door de haven is. En dat doen we eigenlijk in met items die ongeveer 3 minuten duren. Dus ieder item belicht een bepaalde activiteit, een bepaald onderwerp in de haven. En dan maken we door de grootsheid van het scherm gebruik te maken, zoomen we langzaam in op die activiteit. En laten we ook de mensen aan het werk zien die de haven juist zo bijzonder maken. Het havenbedrijf Rotterdam krijgt van de gemeente 10 jaar zendtijd en de regie over de programmering.